Volgens mij is dit pure MDMA, ik zweer het je. Yo allemaal, ik ben Tim Tigran. En ik ben Devin. Dit gebeurt niet vaak, maar we kwamen gewoon zomaar, terwijl we aan het lopen waren, een verlaten locatie tegen. Dus we zijn snel over het hek gegaan, hebben het toen nog niet gefilmd. Toen we hier waren, besloten we te gaan filmen. En nu gaan we checken wat er allemaal gebeurt. Yes, en je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Dit is het hek waar wij dus overheen sprongen. Hier is de voordeur en we zijn nu achterom, want de voordeur is dicht. En hier zie ik al gelijk wat raampjes openstaan. Ja, daarom. Dus, zullen we er gelijk in gaan? Ja, toch? Okay. Het is wel best een mooi huis, man. Ja. Ik trap die deur gewoon net rustig open. Nou ja, trappen niet, hij was gewoon open. Ja, want voordat ze denken dat je vandalisme doet, dat is niet zo. Nee, inderdaad. Ik heb even met mijn voet open geduwd. En we kunnen gewoon in principe naar binnen. Het kan best dat hier s'avonds een zwerver zit, weet je wel. Dat is natuurlijk ideaal voor een zwerver. Oké, haal dat maar van... Er zit al een slotje op. Ja. Je kan even die hendel afhalen. Nee, je haalt het niet. Doe je dat? Nee. Is het helemaal dicht? Ja, is een slot. Ja, het is een slot. We moeten een andere ingang vinden, jongens. Dan gaan we gelijk weer naar buiten. Ja, hier. Oké, dan gaan we hier erin. Een unieke plek. Yes, netjes bro. Ja. We staan daar, Def. Op die deur staan allemaal dingen weer met bloed. En van die satanistische shit. Echt? Ja. Ja, dat meen ik. Ah, die maak ik me wel boven, man. Die, dat teken. Ja, ja, dat is toch pies, toch? Wat is er? Dat is met bloed, zo geschreven dan. Ja, dat leek wel echt heel erg. Nee? Niet? Zo gewoon nog fikkie gestookt hierin. Uitkijken met die verdieping, maar je ziet dat er half ingestort is natuurlijk. Het is een kindermoord en er staat een pijl naar de kelder naar beneden. Nee. Ja, ik zweer het je. Ja, en vanmoord. Nee. Gast. Bro, what the fuck? Dit staat nergens op. Gaan we naar beneden? Ik hoorde echt iets. Tim, gaan we naar beneden? Hoor, was dat boven of niet? Hij vermoord. Is geen zin naar beneden? Ja, schijn naar beneden. Zo. Het is gewoon een hele... Je kunt daar naar rechts, je kunt er rechtdoor. Schrijf van hier zo bij. Guys, gaan we met z'n drieën? Ja, we gaan met z'n drieën. Het is tekst, maar ik stress hem wel een beetje, Tim. Wat denk jij? Waarom zijn er altijd zo'n fucked up mensen die dat soort shit zijn? Gast, ook achter je, man. Die soort van bloed in die ruit. Het is geen licht voor me, alsjeblieft. Gast, zijn nu allemaal kamertjes, man. Wat een lamp ook, man. Gast, dit is doodeng. Ja. Wat staat hier nog dan? Fuck. Een grote lamp pakken, die hebben we echt nodig beneden. Ja, maar gast... Bro, je gaat het zien, man. Gast. Oké. Okay. Hier, dit bedoel ik. Daar heb je een kamertje. Oké, kom, bro. Serieus? Kom. Kijk eens. Gast, ik ben super van shit. Wow. Kijk, hier staat een oude stoel. Oh, yo. Wat is dit dan? Gast. Damn. Ja, we zijn dus nu beneden en er zijn allemaal kamers hier zo. En die tekst die maakt het inderdaad niet makkelijker. Maar we willen gewoon even heel het gebouw gaan exploren. Het is een beetje raar. Ook mijn denkje van, ligt hier een kindje of zo? Plafond, jongens. Gast, allemaal pillen.
Tim, allemaal pillen. Amiodorani. Gas. Wat zijn dit dan? Ja, oké, dit is het. Ja, dat kunnen ook gewoon paracetamol zijn. Dat is echt een nasty. Laten we verder gaan, Lef. Ja, ja. Ga snel verder. Oké, Tim, ga naar de volgende kamer. Je hebt die beneden wel gezien, denk ik. Het is nu de bovenste etage. Explore. Hier, dit kamertje. Dat is trouwens de deur waar we net voor. Beneden waren ingekomen. Hier nog niet. Nee, daar is niks meer. Ze hebben het gezien. Ja. Ik zie namelijk een rek. En dit is... Stil. Stil. Even staan, hoor. Muziek boven. Geen joke, ik hoorde echt muziek. Sst. Sst. Yo, gaat goed. Verdomme. Wat is er? Wat is er? Godverdomme. Wat ruik je, bro? Die hele plane zit onder de diarree, vriend. Nee, gast. What the fuck, die lucht. Snel verder. Oh, dit heeft echt nog veel etages, man. Dit heeft zieke etages. Echt. Kijk. Er zit hier nog een. Nee, ik komt hier nog in. Ja, ja. Kijk, gastvrees. Gast, dit staat nergens op. Robert, er woont iemand hier. Wat? Er woont iemand hier. Ja, geen grap. Er liggen hier allemaal spulletjes en shit. Echt waar. Gast, ik schrok echt, hè. Wat is dit? Gast. Gast, je hoort net muziek ook van boven. Gast, volgens mij wordt hier ook gewoon lekker gesnoven, man. Nee, joh. Volgens mij is het pure MDMA, ik zweer het je. Het kan ook speed of coke zijn, hè. Nee, dat is poeder. Pure M zijn kristalletjes, weet je wel. Wordt hier vol gesnoven. Misschien is het beter als we hier stil blijven of gewoon zo snel mogelijk weggaan. Oké, ja, laten we snel alle kamers exploren. Ik heb dus het idee dat hier gewoon nog elke dag iemand leeft. Alleen nu gewoon heel even naar de stad is of zo. Ja. Gast, oké. Deze kamer, clean. Er is niks. Volgende. Dit is die. Gast, die zak je doorheen. Ja, daar zak je doorheen. Ja. We vervolgen ons weg, want we zijn nog lang niet boven. Nee, dus de laatste etage. Laatste etage. En boven niemand zit. We gaan nog in één kamer kijken. En die deur zit dicht. Dat is deze. Kom, naast me staan. Gast, kom. Hallo? Nee, ik hoor de voetstappen, bro. Hallo? Dit is het eng. Gast, hier woont iemand gewoon. Dit is ziek. Loop even de camera erin. Ik sta naast je, man. Kom. De camera erin draaien. Niks. Gast, ik hoorde net iets. Oké, dat is over. Gast, er is superveel. Kom, guys, kom, dat is niks. Kom, er staat in keyboard alles. Check deze keyboard. Hier is dat ding, hè. Nee, dat is van die andere etage. Nee, dit is die vloer. Hier, dit keyboard? Dit is de klok, dit is die vloer. Hier, daar ligt ook de. Echt? Nee, meen je dit? Nee, er ligt niemand, man. Schijnt met het licht. Goed erin. Oh, joh.
Het is gewoon een junk, dat is pure MDMA, ik zweer het je. Ja. Dat meen ik om mijn hele leven. Dat is best wel waar. Het is gewoon een junkie, je zag een tipje lachen, alles. Deze oude borden, man. Deze verdieping ook, het lijkt gewoon alsof iemand hier gewoon leeft. Er leeft onder... iemand, ja, er lag drugs daar, alles wees erop. Hé, maar serieus, waar de fuck is Tim, jongen? Ja, ik vind het echt niet relaxed hier, ik wil hier echt weg. Ik meen het, als die junk nu thuis komt. Dan gaan we via een dak. Yo, bro. Ja. Nee, ik weet niet zo goed. Niet? Kom, snel, snel. Ik sta aan je lekst. Ja? Kom. Er is hier niks gewoon. Dus nee, kom, ja, go. Er leeft dus hier gewoon iemand, een junk, we zien drugs liggen. Ja. Een spiegel, je weet wel een spiegel en poeder is, weet je wel. Geen drugs doen, jongens, slecht voor je. Dan kom je in zo'n huis waar je moet leven, dat weet je niet. Oké, laten we snel het voeten maken. Maar alsnog, ik vind het super ziek dat we dit gewoon tegenkomen. We hebben hier nog een schuurtje, jongens. Een beetje lamstein, geloof ik. Hoi, joh. Dit is een super oude tv. Ja. Nee. Niet door afleiden. Super oude tv. Ja, toch? Ik hoorde echt wat, man. Ja. Zo, ik had nooit gedacht dat dit hierin zou zitten. Nee, ik ook niet. En echt super tof dat we gewoon langs de weg zomaar uit het niets een verlaten locatie vinden. En die moeten natuurlijk altijd gaan exploren. Ja, precies. En dus, vinden jullie dit nou vet zo'n spontaan avontuur? Laat even een like achter, een leuke reactie. En zorg dat je geabonneerd bent. Precies, later. Later. Yes. Gaan we weer. Yes. En hier is gewoon. Staan er weg. Kom, nee, doe normaal. Gas. Tim, ga niet lopen fokken gek. Tim, stop. Tim. Tim, stop. Alex. Wat is hier? Oh mijn god, ik zweer het je. Geest.